inderdaad een historisch moment voor Suriname. We hebben vandaag op 11 februari 2021 de eerste COVID-vaccins mogen ontvangen. En dat uit een gift vanuit de regering van Barbados aan Suriname. De regering van Barbados heeft vanwege een ontvangst vanuit de Indiase overheid gemeend ook haar partners in het Caribisch gebied te bedenken. En uiteraard mee te delen in de vreugde om in ieder geval middels het COVID-vaccin hun samenlevingen te kunnen gaan beschermen. Het is een dosis aantal van 1000. Het is weliswaar niet veel, maar het is een symbolisch overdracht en donatie. Maar voor ons geldt het wel, is het wel belangrijk om ook te begrijpen het signaal van Barbados als teken van goed partnerschap. We hebben het met open armen ontvangen en we zijn ook de regering van Barbados enorm erkentelijk. Het betekent voor ons dat wij 500 personen alvast kunnen inenten. Het gaat om het vaccin COVID Shield van AstraZeneca uit India. Die volgende week al voor goedkeuring is gepland bij de WHO. Wij wachten dus de goedkeuring af en het moment dat de goedkeuring er is, dan gaan wij ook van start met het vaccineren. Dat is de planning, de piloten, het toestel waarmee het is gebracht. Die hebben aangegeven al naar een aantal landen te zijn geweest. Dus Suriname is niet het enige land die mee mag doen met deze donatie. Guyana, Dominica, zo zijn er een aantal andere landen nog op planning. Dus Barbados heeft 100.000 doses gehad. En verdeelt ongeveer 100.000 tot 1500 doses per land. En is aangegeven, ook door de piloot, om als boodschap mee te geven dat zo gauw Barbados en andere landen meer ontvangen, ook andere partners binnen het Caribisch gebied mogen mee liften. Uiteraard moeten wij dat ook begrijpen. En weet ik zeker dat als Suriname ook goed op schedule zit en dat wij een goede planning hebben en weten wanneer wij aan vaccins kunnen hebben, dat wij ook begrijpen dat de regio ook smacht naar zulke giften. En zodra het ons ook de situatie het ook toelaat, dat wij ook een signaal moeten sturen. Ik denk dat het meer dan redelijk is en billijk is naar onze partners in het Caribisch gebied. De rol van het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze is dat Suriname, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de relatie onderhoudt met andere mogendheden. En in dit geval is dus Barbados een van de landen waarmee Suriname regionaal, maar ook multilateraal banden mee heeft. Dus we trekken samen op in CARICOM-verband, regionaal dus. Bilateraal hebben we ook natuurlijk met Barbados heel veel samenwerking op het gebied van technische samenwerking natuurlijk, op het gebied van landbouw. Op het gebied van onderwijs hebben we ook. We hebben tal van gebieden waarmee we dus met Barbados een samenwerking zijn aangegaan. Barbados heeft van India een donatie gehad aan AstraZeneca, Covishield, vaccins. En heeft dus Suriname ook bedacht, zoals alle andere landen, zoals een paar andere landen binnen CARICOM, om Suriname ook 1000 van deze vaccins te geven.